iedereen, het is vrijdag en vandaag tijd voor een ander soort filmpje. Weet je wat ik ontdekt heb? Iedereen, echt iedereen, hè? Iedereen verlangt naar de liefde. Amai, zeg, liefde, dat is een zeer groot, allesomvattend woord. En toch, ik moet zeggen, elke mens heeft ermee te maken. Iedere persoon die kan ademen en die nog een pols heeft, ja, die snakt naar de ultieme liefde. En nu ben ik toch wel een klein beetje fier dat ik hem u kan voorstellen. Tadaa! Hier is hem dan. Leven de liefde. Een klepper van 310 bladzijden dat vanaf morgen in de winkel ligt. Sommige winkels zullen hem misschien zelfs al hebben. Ik heb dit boek geschreven met één grote bedoeling. En dat is om mensen het inzicht te geven dat ze zelf de liefde van hun leven kunnen creëren. Ja, echt waar. Helemaal zelf. Goed, dat is één ding. Om dit te vieren heb ik van Starway, de firma die de film Hope Springs in de Belgische bioscopen brengt, heb ik twee tickets gekregen. Twee bioscooptickets gekregen. Dus er wordt een nieuwe film gelanceerd. En die film die noemt Hope Springs. En in de hoofdrol vind je Meryl Streep en Tommy Lee Jones en Steve Carell. Lachen dus. Het gaat over een koppel op middelbare leeftijd. Waar dat de dash zo'n beetje uit hun relatie is. Waar alles een gewoonte is geworden. En Meryl Streep die gaat op zoek naar de oplossing om terug de liefde te kunnen beleven. Om die relatie terug op het juiste spoor te zetten. En ze vindt een boek. Zo'n soort boek. Dit natuurlijk niet, hè? Een Amerikaans boek. Maar voor ons betekent dit boek. Dus Leven de Liefde wordt gekoppeld aan de film Hope Springs. En daarom mogen wij twee filmtickets weggeven voor een bioscoop naar keuze in Vlaanderen. En aan wie gaan we dat geven? Ja, natuurlijk een prijsvraag maken. Hè? Wel, hier is de vraag. In het mannelijke brein, in de mannelijke geest, zit een doosje. Een boksje. Hè? Een doosje. Hoe noemt dat bijzondere doosje dat mannen hebben, maar vrouwen niet? Je vindt het antwoord hierin. Of misschien weet je het gewoon van jezelf en dan kun je nu meteen antwoorden. Stuur een e-mail met je naam, voornaam, volledige adres naar info@injerok.be. In de onderwerptitel zet je Hope Springs. Ja? En je geeft natuurlijk het antwoord op de vraag: welk doosje zit er in het mannelijke brein dat het vrouwelijke brein niet heeft? Nog één keer herhalen. info@injerok.be en in de onderwerptitel Hope Springs. Veel filmplezier en tot volgende week. Bye bye.